Ik ga je wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt. Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias. Nee. Oh jee. Oh. Wat is er met je? Gaat het wel goed? Ja, nee, het is die mist. Volgens mij ben ik allergisch. Oh, rustig aan maar. Die kratten wachten wel eventjes, hoor. Denk je echt dat dat kan? Nee. Dat zal niet gaan. Echt niet. Is Elias er niet vandaag? Hij is onderweg naar Joris met wat spulletjes en heeft Dinky hier gelaten. Nou, lekker. En wij zeker op die wilde kleuter passen. Het is hier toch zeker geen kinderopvang, dacht ik. Kun jij niet eventjes met hem spelen, Sjaki? Nee, wat zou ik dan met hem moeten doen? Oh, Dinky heeft het al door, hoor. Tja, waarom niet? Is die niet schattig? Heb je nou echt niks beters te doen, Sjaki? Oh, amai. Juist ja. Eindelijk eens rustig werken. Niet zo knorrig, Rika. Hij deed het niet expres. Met dat gespeel kom ik helemaal niet aan mijn werk toe. Achoo! Hey jij, geef dat eens terug. Ik denk dat je eerst een stootbal moet teruggeven. Oh, ik zal eerst maar eens tot 10 gaan tellen. Laat je Dinky er vandaag niet uit? Mijn wagentje wil hem vast wel eens leren kennen. Hij is vandaag in Thuishaven. Hij kan niet mee als ik werk. Je wagentje moet dus nog even wachten. Let nu wel goed op je koers. Het zou wat zijn als de reddingsboot verdwaalt in de mistflarden. Geen zorgen. Tot ziens. Wat een dichte mist, zeg. Langzaam maar, dan bots ik niet. Wacht eens. Dat lijkt wel een grote boot. Dat is dan vast en zeker trollen. Trollen? Trollen! Trollen! Trollen!
wil zeker niet met me praten. Ik kan maar beter naar huis gaan. Eens even zien. Dan moet ik deze kant uit. Ik had nu al lang weer thuis moeten zijn. Dit ziet er niet erg bekend uit. Had ik Dinky dan maar meegebracht? Dat is vast de viswinkel die ik hoor. En de mist trekt ook wat op. Dat is Thuishaven niet. Waar ben ik? Dit is gewoon een oud vissersdorp. Niets om bang voor te zijn. Oh, Libella! Wat ben ik blij jou te zien. Ben jij dat, Elias? Waarom ben jij hier helemaal in je eentje? Ik dacht dat ik in Thuishaven was. Kom mee! Woon jij hier? Ja, hier op Bromberg. Dit is mijn thuis. Cool! Maar het ziet er wel eenzaam uit. Dat vind ik wel fijn juist. Lang geleden was hier een weerstation, maar dat is al heel lang geleden gesloten. Ik wilde niet weg van deze fijne plek. Kan je dat begrijpen? Ik hou van de lucht, weet je. En hier is er alleen maar lucht. Het is al laat, zeg. Wil je niet liever hier blijven slapen? Ja, super! Maar Dinky, die wacht op mij in Thuishaven. Dinky? Wie is dat? Dat is mijn rubberbootje. Volgende keer neem ik hem mee. Goed. Goede reis naar huis. En weet je nu de weg wel? Ja, de mist is opgetrokken. Tot later, Libella. Ik heb je gemist. Oh, ik zal nooit meer zonder je weggaan. Dat werd wel tijd, Elias. Dinky heeft mij de hele avond wakker gehouden. En ik heb veel slaap nodig, weet je. Dank je voor het oppassen, Sjaki. Weet je wat? Ik ben helemaal bij Bromberg geweest. Bromberg? Echt waar? Het ziet er geweldig uit daar, zeg. Ik kan u heel veel over Bromberg vertellen, weet je. Maar dat... Dat moet wachten tot morgen.
wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt. Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias! Sjaki? Word eens wakker. Elias. Ah, wat zijt gij vandaag vroeg wakker? Je zou me over Bromberg vertellen. Bromberg? Oh, Bromberg. Ja, ja, daar waren nog eens tijden. Ja. Ik zal het u vertellen over lang geleden. Ik was nog een jongetjalk. Niet veel ouder dan jij nu bent. Ja, en de haven zat altijd vol met vis. Ik had gehoord dat er bij de Bromberg veel lekkere vis zat. En ik wilde ook wel eens kijken of ik veel zou kunnen vangen. Er kwamen vissersboten van overal. Er werden schuren en boothuizen gebouwd. Oh, het was een prachtige haven. Je hoefde je net maar te laten zakken en de vis zwom er haast vanzelf in. Oh, dat was een prachtige tijd. Genoeg vis voor iedereen. Het is nu een stad zonder tijd. Bromberg, o oud Bromberg. Het oude Bromberg. Maar in mijn dromen is die haven werkelijkheid. Dat klinkt gaaf. Dat was het ook. En mooi ook. En erg ouderwets. Buh. Waarom ga je niet vissen, Sjaki? Ja, dat zou ik wel graag willen. Maar ik val steeds weer in slaap. Ja, nou is er wel weer genoeg tijd verleuterd met die visserspraatjes. Moet jij niet wat spullen gaan afleveren? Meneer de reddingsboot? Eens even zien. 1 kist met snorrenvet. En 1 kist met snorrenvet. 1 vat eerste klas diesel. Dat was het. Joris, hoe oud ben je eigenlijk? Wie? Ach, ik ben nog een broekie. Tenminste, voor een vuurtoren, begrijp je? Vuurtorens kunnen heel oud worden voordat ze echt oud worden. Vind je het dan niet vervelend om oud te worden, Joris? Vervelend? Hoezo dan? Als je jong bent, is alles moeilijk. Als je groot bent, is alles makkelijk. Maar als je oud wordt, wordt alles weer moeilijk. Zolang iemand mijn lamp af en toe verwisselt, ben ik tevreden. Oh, ja, dat is waar ook. Er moet nog een lamp komen die ik besteld heb. Ik zat aan Sjaki te denken. Ach ja, zo is het leven, Elias. Maar het zou toch geweldig zijn als Sjaki nog af en toe zou kunnen vissen? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar hij kan toch moeilijk vissen als hij aan het slapen is.
Kon ik nou maar iets bedenken om Shaki een beetje te helpen? Ik weet al wat. Misschien vindt Trolle het goed als Shaki eens meegaat. Dan kan Trolle hem steeds wakker maken. Tot ziens, Joris. Tot ziens maar weer, Elias. Vind jij oud worden vervelend, mijn wagentje? Ik gelukkig ook niet. Op, hoepala. Je krijgt niks van me, vissendief. Niet zo knorrig. Dat is helemaal niet gezond. Hij is op dat net. Hij is op dat net. Ik wil eten. Hoi, Trolle. Wie is dat? Dat daar? Nou, dat zal ik je zeggen. Dat is de vervelendste, irritantste... Ik heet Nieuw. Wie ben jij? Ik heet Elias. Oh, aangenaam, Elias. Blijf je ook eten? Eten? Als Trolle ze net opeist, is het feest! Ze is zeker bang voor water en daarom bedelt ze bij de boten. Poeh! Ach, die schooier die komt vast nog wel eens terug. Wat wil jij, Ukkepuk? Wat doe je helemaal hier, hè? Ik wil je om een gunst vragen. Nou, meteen maar op. Wil jij mij om een gunst vragen? Niet voor mij, voor Shaki. Hij valt steeds in slaap. Maar als jij hem dan wakker maakt, dan kan hij weer eens gaan vissen, snap je? Zit, een vissersboot helpen. Dat is de grootste onzin die ik ooit van mijn leven heb gehoord. Hup, naar huis jij. Ik ga me net maar eens ophalen. Brompot. Ah, vis op het menu. Dat is alles wat je van me krijgt. Vis als toetje! Jam, jam! Wat is dat dier voor een lawaai, zeg? Met al die herrie kan ik hier niet slapen. Zeg, Shaki, zou jij niet nog eens naar de visronde willen? Jo. Ik mis het wel, hè, dat vissen. Maar ik val al in slaap voordat ik er ben. Misschien komt dat wel goed. Zeg, Meeuw, heb je al gegeten? Ah, gegeten wel. Maar ik wil nog een toetje. Ah! Wat denk je ervan als je elke dag je buikje vol en rond kon eten, nou? Met vis? Je hoeft alleen maar Shaki wakker te houden op de visgronden. Wacht eens even. Maar je zei dat je nog een keer uit vissen wilde gaan. Ah, dat was maar oude botenpraat. Maar Meeuw en jij kunnen mooi samenwerken. Jij, Meeuw, houdt Shaki wakker op de visgronden. En jij, Shaki, geeft Meeuw zijn vis. Tja, wat zegt jij ervan, Meeuwke? Ja! Ja! Zullen we het meteen even proberen? Vis op het menu! Oh, vis op het menu! Ja! Oh, ja! Vis op het menu! Jam, jam! Kijk aan, Trolle. Nu heb je geen last meer van Meeuw. Daar heb je wel gelijk in, maar ik heb er wel een concurrent bij, hè?
Ik ga je wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt. Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias! Ik vraag me af waar Elias blijft. Nou ja, laten we maar gaan slapen. Morgen is het weer een nieuwe dag. De zon zakt langzaam in de zee. Het water kleurt goud en rood. De golven deinen met je mee en wiegen je in slaap. Ach, het is alweer avond geworden, mijn wagentje. Ik had gehoopt dat mijn nieuwe lamp vandaag inmiddels gebracht zou worden. Maar ik denk dat jij het nog een nachtje moet doen. Goedenacht, wagentje. Daar is het licht van Joris. Het wordt al laat. Stil daar. Waar heb jij al die tijd uitgehangen? Bij de Bromberg. Het is al lang bedtijd. Morgen is het weer een werkdag. Oké, Dinky. We gaan naar bed. Een grote jongen. Trusten. Dat was een rare droom. Gelukkig was het niet echt. Er klopt hier iets niet. Joris' licht is uitgegaan. Elias, wat is er? Joris' lamp brandt niet meer. Brandt zijn lamp niet meer? Ja, maar zijn nieuwe lamp ligt hier al. Wat? Oh nee. Nee, maar dat is gewoon een grote ramp. Als Joris zijn lamp uit is, zal de grote stoomboot op het rif lopen. Geef me die lamp eens. Zonder Libella lukt het je niet die lamp erin te zetten. En herhalen kost je weer te veel tijd. Maar Dinky kan herhalen. Dinky! Jij had Libella. Libella. En dan naar Joris toe. Naar Joris. Denk je nou echt dat hij dat kan? Hij is toch nog maar een heel klein rubberbootje. We moeten het proberen. Het heeft geen enkele zin. Geef die lam nou. Ik heb je nieuwe lamp meegebracht. Wat goed, Elias. Hoe wist je toch dat ik die nodig had?
Ik werd wakker en zag je licht niet. Ik ben meteen gekomen. Maar kun jij die lamp er wel in je eentje inzetten zonder Libella? Dinky is naar de Bromberg om haar te halen. Dinky? Dinky, wat een verrassing. Waar is Elias? Heeft Elias soms hulp nodig? Oh, Joris. Zou Rika gelijk hebben? Wat bedoel je, Elias? Dat Dinky te klein is om te helpen. Het is veel te donker. We moeten opschieten. Nou, je zult zien dat dat allemaal goed komt. Denk je dat echt? Ja, dat weet ik haast wel zeker. Libella, met Dinky. Libella, oh wat fijn dat je komt helpen. Mijn lamp is uit. Goed gedaan, Dinky. En jij hebt een nieuwe lamp? Mooi. Dan gaan we aan het werk. Snel, voordat de wind nog harder gaat waaien. Dat was dat. En nu de nieuwe. Wacht even. Ik zet de kist op de grond. Goed zo, Dinky. Nu kan ik erbij. Oh, voorzichtig, Libella. Naar achter, Libella. Verder naar achter. Even rustig, Elias. Maar zo lukt het niet. Je moet naar achteren. Oh, dat is goed gelukt. Zeg eens, wat is er zo grappig? Je ziet er grappig uit zonder dak. Dat doen we morgen wel. Als de wind is gaan liggen. Libella en Elias, wat had ik zonder jullie moeten beginnen? En vergeet Dinky niet. En Dinky natuurlijk. Dank je wel, alle drie. Thank you.
ga je wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt. Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias! Zo. Ik weet niet of je het weet, maar vandaag wordt het de hele dag mooi weer. De hele dag. Is dat zo? Ja, daarom zou het wel heel erg lekker zijn als jij een beetje opschiet, hè? Als de gespoed is, zelden goed. Dat is waar, maar ik wil toch wel graag naar buiten voor zonsondergang. Zo. Huh? Ja, dat was het. Weet je wel zeker dat je alles echt hebt gedaan wat je moest doen? Ja, zeker. Een hoogglans poetsbeurt, crèmekleurige dekspijkers, aquadynamische schroef en je zonnedek vegen. Dat was het wel zo'n beetje, ja. Wel. Geweldig. Goed gedaan, hoor, Goliath. Graag gedaan, hoor, Speedy. Tot ziens maar weer. Speedy, het is streng verboden hier zo hard te varen. Als Speedy supercool een testrondje vaart, kunnen er inderdaad wat golfjes komen. Wat denk je, Elias? Heb je zin om een rondje te varen? Tuurlijk! Ja, het is nooit saai als Speedy in de buurt is. Leuk dat hij weer gemaakt is. Hij krijgt vast weer een ongeluk voor hij bij Joris is. Of misschien daarvoor nog. Dat is ook niet aardig. Nee, ik hoop maar dat dit keer alles goed gaat. Nou, Elias. Heb je een beetje geoefend, hè? Geoefend? Waarvoor? Ha, nou ja, niet te geloven. Heeft niemand jou verteld dat dit weekend het Thuishavenfeest wordt gehouden? Feest met muziek en het allermooiste, een race. Ik kan je wel wat tips geven, zodat je misschien nog tweede kan worden. En jij zeker eerste? Natuurlijk! Zullen we eens kijken wie er het eerste bij Joris is, zei. Oké. Okay. Yeah. Oh, mijn lading. Oh. Ik kan beter rustig aandoen. Dat kan toch niet waar zijn? Maar dat is Speedy. Zo, stoere Bink. Sta je nog steeds, hè? Ja, ik val nog niet om. Dus jij bent weer uit de scheepswerf, zie ik. Nou en of. En ik ben meteen weer gaan trainen voor de race van het Thuishavenfeest. Zou jij mijn tijd even op willen nemen? Nee, dat doe ik eigenlijk liever niet. Weet je, ik houd niet van het lawaai dat jij maakt. En Elias brengt zomerspulletjes. Begrepen. Zie je later. Nou? Ik denk dat ik eerst maar even van de zon ga genieten. Of zit je nu al zonder brandstof?
Nee, ben je wijs. Nou, goed. Een beetje. Zeg eens, Joris. Heb jij niet toevallig een extra blikkie diesel aan boord? Ja, vraag maar aan Elias of hij bereid is je te helpen. Hij weet er vast en zeker wel wat op. Maar eerst ga ik alles uitladen. Hartstige spoed. Is zelden goed. Ja, ja, heb ik meer gehoord. Maak je tankdop even open. Fantastisch. En wil je alsjeblieft geen druppels op mijn lak knoeien? Ik ben net nog gepoetst, weet je. dat is erg lekker. Ja, dat is het zeker, hè? Dank jullie wel. Hartstikke goed. Graag gedaan. Ja, het is te hopen dat je er iets van leert, Speedy. Jazeker. Koele binken hebben altijd geluk. Hij heeft er geen idee van hoeveel geluk hij had dat jij in de buurt was, Elias. Niet zo streng voor hem zijn, Joris. Maar hij doet helemaal niets. Nou, ik ga naar de visgronde. Tot ziens. Mina, het komt vanaf het ongeluksrif. Elias! Hey joh, wat doe jij nou hier? Wat is er gebeurd? Waar komt die rook vandaan? Dat? Ik ben hier lekker aan het barbecuen met dit mooie weer. Lust je ook wat? Je zit toch niet weer vast? Vast? Nee. Nou ja, een beetje. Ik sleep je wel weer terug naar Thuishaven. Oh. Oh. Jongens, kijk. En hoe ver ben je dit keer gekomen? Ik heb anders wel medelijden, hoor. Die gekke Speedy toch. Nou, ik anders helemaal niet. Trek je er maar niets van aan, hoor, Elias. Ze hebben het over jou, hoor. Oh? Nee, het is niet waar. Hè? Ben je er nou alweer, Speedy? Hij liep vast op ongeluksrif. Zo ben je helemaal tot daar gekomen. Hè? Nee. Ja. Gelukkig hebben je crèmekleurige dekspijkers het overleefd.
wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt? Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias! Ik ben benieuwd wie dit jaar de bootrace wint. Speedy in elk geval niet hoor, want die ligt weer in de scheepswerf. Oh, hopelijk loopt niemand schade op. Maak je geen zorgen. Mogen de beste boot winnen. Je hebt het helemaal mis, Libella. Het is een bootrace en geen carnaval. Rika, hou dit eens vast. Wat is dit voor ding? Wacht even, dan laat ik het zien. Hallo, hallo! Oh? Kunnen jullie mij horen? Oh, mooi! Altijd al geweten dat libellen slim zijn. Ahaha. Jij gaat ons verslag doen van de grote bootrace? Precies, ja! Nou, iedereen is er klaar voor. Eerst even de reglementen. Wie het eerst in Thuishaven aankomt, diegene is de winnaar. Je mag zelf de route kiezen. Mag je dan ook door de Enge Straat? Dat mag je helemaal zelf weten. Shaggy, word wakker! Maar er zijn nog een paar belangrijke dingen Shaggy? Die je moet weten Shaggy? Als je wilt winnen. Het belangrijkste is dat je een andere boot niet in het vaarwater mag zitten. Speedy, jij lag toch in de scheepswerf? Oh, nee hoor. Goliath heeft de hele nacht doorgewerkt, zodat ik op tijd klaar zou zijn, weet je. Oh, zodoende. Ga dan maar in de rij liggen. Hey, ik trollen protesteer. Want Speedy heeft geen startnummer. Nou, ja zeg. Wat een stinker. Hij heeft geen startnummer, dus dat is makkelijk. Dan kunnen we niet starten. Je moet niet zo zeur over een startnummer. Stilte! Geen gezeur. Speedy mag met jullie meedoen. Nou, is iedereen er klaar voor? Let erop, niet vertrekken voor het startschot. Is dat begrepen? Ja. Dan gaan we beginnen. 2, 1. Joris! Zie je niet dat ik met het aftellen begonnen ben? Ja, maar Shaggy is al vertrokken. Wat zeg je daar? Nou, laat maar gaan, die knul. Hij zei nul! Nul gaan! Hey, dat is niet eerlijk. Wat gebeurt er nou? Dat is toch zeker een valse start? Zeker! Dat was een valse start. Nou, ja, dat lijkt erop. Maar ja, zo is het leven. Ik ga ze halen. Nou, ik doe hier niet meer aan mee. Ik ga naar huis. Kom. Je kunt helaas niet iedereen het naar de zin maken. Ah, we liggen op kop! We liggen op kop! Waarom doe je zoveel moeite, trollen? Je maakt toch geen schijn van kans tegen Speedy Supercool. Ik race zo die fraaie lak van je flanken. Zag je dat, Shaggy? Hij denkt dat hij slim is als hij door de Enge Straat gaat. Dat is misschien wel korter, maar ik ben toch te snel voor hem. Of
over snelheid gesproken. Ik ga hem eens even lekker op zijn staart trappen. Het wordt nu heel erg spannend hier. Start nummer 1. Trollen wordt op de voet gevolgd door nummer 2. Of was het nummer 3? Nee, het was nummer 3. Namelijk Dinky. Dus Speedy mocht toch wel meedoen? Die haalt de eindstreep toch niet zonder te botsen. Stil nou, anders kunnen we niets verstaan van wat Libella zegt. Haha, eitje, deze race. Niemand behalve trollen durft door de enge straat te varen, hè? Ophoepelen jij, rubberen oef. Wat is er nu toch gebeurd? Trollen is met Dinky vast komen te zitten in de enge straat. Terwijl Speedy en zit Trollen vast? Nee, dat kan toch helemaal niet? Wat vrees ik? Rika, snel! Rika, snel! Rika, in de enge straat kan Trollen de overwinning op zijn romp schrijven. Het wordt alweer een overwinning voor Speedy Supercool. Het is me weer gelukt. Ja, ik ben er bijna. Problemen? Problemos? Tuurlijk niet. Hey. Speedy, kijk uit! Ja! Speedy! Ik help je straks wel. Nee. Nee, wacht even. Elias, help. Oh, je moet me helpen. Wacht alsjeblieft. Nee, help. Help, jongens. Jeetje, problemen? Ik stop met mijn verslag, want ik moet Elias helpen om Speedy van de rotsen af te helpen. Nou, ik zei het je toch. Wat krijgen we nou? Dat is Shaki. Hij gaat winnen. Oh, hij gaat echt winnen. Ja! Ja! Nee, dat is Dinky. Heerlijk om eindelijk weer thuis te zijn. Shaki? Jij hebt toch niet gewonnen? Nee, joh. Dinky heeft de race gewonnen. Het was Dinky. Dinky? Echt een geweldige race. Ik vond het echt heel spannend. Het is een supersnel bootje. Hey, moet je niet naar de scheepswerf? En dan de prijsuitreiking missen? Ik dacht het niet. De winnaar van de grote bootrace is Dinky. 3 hoeraadjes voor Dinky. Hoera! 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 Elias, wat is er met je rubber hondje? Hij houdt blijkbaar niet zo van prijzen. Nou moet je echt naar de scheepswerf, Speedy. Maar het is wel zielig voor Dinky. Hij vindt zijn prijs helemaal niet mooi. Ja, maar ik weet waar hij wel van houdt. De zon zakt langzaam in de zee. Het water kleurt goud en rood. De golven deinen met je mee en wiegen jou in slaap. Slaap maar zacht, mijn kleine vriend. Slaap maar stil.
je wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt? Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En Trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias! 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 Oh, lekker geslapen. Goed, fijn dat je wakker bent. Ben je moe, Elias? Had je het gisteren zo druk? Ja, best wel. Ja. Eerst de bootrace en toen moest je Speedy nog helpen. Mooie reddingsboot ben jij. Je wordt al moe als je één boot moet redden. Kun je Shaki misschien gaan zoeken op de visgronden, Elias? Hoezo dat dan? De mist is heel dik en daarom zijn we een beetje bezorgd om Shaki. Want Shaki wilde eigenlijk niet gaan vissen. Maar Meeuw bleef maar zeuren en zeuren en zeuren. Het is te hopen dat er niet veel boten naar de visgronden zijn uitgevaren, Elias. Anders krijg je het nogal druk vandaag, ben ik bang. Meeuw heeft gezeurd dat Shaki ging vissen. Shaki? De huisjes maken zich zorgen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Shaki is al jaren niet meer uitgevaren tijdens dikke mist. Maar ik weet zeker dat hij niet gegaan was. Als hij niet zeker wist dat hij in goede handen was. In goede handen? Ja, bij de nieuwe reddingsboot. Heeft hij echt zoveel vertrouwen in mij? Dat is toch terecht. Ik ga Shaki vinden en breng hem terug naar Thuishaven. Zo mag ik het horen, ja. Shaki? Shaki! Hallo? Is dat, ben jij dat, Uki? Trollen, oh, ben jij het? Een beetje respect voor de grote trollen, Ukkepuk. Ik ben op zoek naar Shaki. Is hij hier? moet je hem soms wakker maken of zo? Nee, ik ben bang dat hij verdwaald is. Verdwalen? Nee, trollen maakt zich geen zorgen om zulke onbenullige dingen. Dat lijkt me wel. Waar zijn ze? Of dacht ik het maar? Shaki? Ben jij dat, Shaki? Nee, maar als dat onze reddingsboot niet is. Oh, sorry. Ik ben op zoek naar Shaki. Dat maakt toch helemaal niks uit. Heb je hem gezien? Wie dan? Shaki, is hij hier? Wat? Ik ben niet in mijn naki. Nee, Shaki. Kan iedereen gebeuren. Heb je hem gezien? Oh, Shaki. Oh ja. Ja, met die Meeuw toch? Ja, heb je hem gezien? Die iedere 5 minuten in slaap valt. Ja. Oh, die ja. Nee, die heb ik niet gezien, hoor. Oh, nou ja, bedankt. Ja. Wil je iedereen de groeten doen in Thuishaven? Ja. Shaki? Shaki! Waar zit hij toch? Ik heb hulp nodig.
Dinky, je moet Sjaki helpen zoeken. Jij daarheen, dan ga ik daarheen, oké? Dinky is echt nergens bang voor. Sjaki? Sjaki? Dinky? Daar ben je. Heb je hem gezien? We zoeken verder. In een andere richting. Sjaki? Gevonden? Het wordt al laat. We moeten Sjaki vinden. Ah, vistijd? Meeuw, waar kom jij vandaan? Waar is Sjaki? Ah, vergeet Sjaki! Ah, vergeet Sjaki! Wat zeg je nou? Ah, rotvissersboot. Ik heb nog niks gegeten. Wat moet ik nou eten? Ah, ah. Zeg meteen waar Sjaki is. Anders stop ik je ondersteboven in het water. Begrijp je dat? Ah, daar is die. Kom, Dinky. Sjaki! Sjaki? Sjaki! Word wakker, Sjaki! Elias! We hebben je overal gezocht. Oh, ik ben zo blij dat ik u hier zie. Hoe gaat het? Niet zo goed. Helemaal niet goed. Ah, waardeloze boot. Ah, helemaal waardeloos. Ah! Meeuw, zie je niet dat Sjaki uitgeput is? Dit had slecht af kunnen lopen. Sjaki? Zie je dat licht? De mist trekt op. We gaan naar huis, Sjaki. Kijk daar. O jee, hij ziet er helemaal uitgeput uit. Arme Sjaki, hij had niet moeten uitvaren met die mist. Alle boten nog een toer. Ja, wat een gesnotter om die slaapkop van een Sjaki. Hup Rita, laat die vissen nou eindelijk eens uit, voordat er mos op groeit. Nou ja, zeg trollen, hou je een beetje in, trollen. Hou je een beetje in, trollen. Wat is er nou weer? Huh? Daar heb je Elias weer. Dan moet het niet toch gekker worden. Sjaki, ben je ook vastgelopen? Hij is gewoon moe. Helemaal op. Ja, dat kan je wel zien. Nou, kom maar lekker binnen hoor, Sjaki, hè? Zorg maar goed voor hem, Goliath. Ik zorg goed voor al mijn klanten. Ja toch, Speedy? Nee, maar zeg, kijk nou. Sjaki, zeg. Wat leuk dat jij er ook weer bent. Sjaki? Hij is al in slaap gevallen. Ga jij ook maar slapen. Het wordt al laat, weet je. Oké. Goeienacht allemaal.
Ik ga je wat vertellen wat een leuk verhaaltje wordt. Over ons in Thuishaven hier aan de fjord. Waar drie leuke huisjes dansen op de kaai. En ik vertel van onze avonturen in de baai. Is Rika verdrietig, vertellen we een mop. En Trollen gooit de vissen nog een keertje op hun kop. En als de wind huilt in de dikke verre mist, dan danst de baard van Joris een vrolijke twist. En kijk eens wie daar vaart. Er is niets dat hem zorgen baart. Elias die durft overal wel te varen, maar soms let hij even niet op de gevaren. Oh jee, dat ging maar net, maar onze Elias heeft het weer gered. Elias! Kijk eens even wat lekker, Sjaki. Huilbot, zalm, tonijn en zo. Weet je, er valt veel moois in de zee te vinden als je weet waar je zoeken moet. Hallo, ik heb in Meeuweneiland vreemde rimpelingen gezien. Waar zijn die van? Die kunnen van meerdere dingen zijn. Misschien van een walvis die naar boven komt. Een walvis? Ho, nee hoor, dat was een ander beest. Dit is het verhaal van het baaienbeest. Een heel oud, gevaarlijk beest. Er was eens een mens die hem hier ooit eens zag. Maar dat is lang geleden geweest. Het baaienbeest is vele, vele meters lang. En heeft ogen met vlammende gloed. Als je hem ziet bij Meeuweneiland, maak dan dat je wegkomt. Want anders verdrink je in je bloed. Ver in de diepte, daar ligt hij op de loer. Ja, velen wilden hem graag vangen, maar eindigde helaas als zijn voer. Heb jij het baaienbeest wel eens gezien? Het baaienbeest? Nee. Aan de kant. Dat is nou net het soort onzin waar landrotten in geloven. Dat moet je niet te hard zeggen, Trollen. Je denkt toch niet dat Trollen in die kletspraatjes gelooft? He? Ik ken het zeewater hier zelfs nog beter dan mijn eigen visnet. Ik heb nog nooit een spoor van dat beest gezien. Luister eens goed, jongens. Ik weet iets van dat beest dat jullie niet weten. Ik zeg, als jij het lef hebt, vang je hem en breng je hem gelijk. Ja, dan word je rijk, want er staat een beloning op zijn staart. Wel 100.000 euro, maar wacht voor je wegvaart. Je moet nog iets weten, mijn vriend, over het beest. En voor je die beloning verdient. Een held worden lijkt wel cool, maar wat een toestand. Als ze je vinden als een wrak bij Meeuweneiland. Maar het geld is lekker. Beloning? Ja, ik denk dat ik nog maar eens wat visjes ga vangen, hè? Ga je nu alweer vissen, Trollen? Dat ik dat baaienbeest zou gaan vangen. 100.000 schitterende euro's beloning voor een suffe zeeworm. Ah, dat heeft Trollen dan lekker makkelijk verdiend. Vang ik toch. Hey Trollen, wat doe je hier zo laat? Hier zul je geen vis vangen, hoor. Bemoeien met je eigen zaken, propellerpukkel. Waar blijft die Trollen nou?
Hij had al lang hier moeten zijn. Nou, hoe dan ook, laten we gaan slapen. Morgen is het weer vroeg dag. De zon gaat onder in de zee en zingt achter Joris weg. Wat is er met Trollen? Hij is aan het vissen bij Meeuweneiland. Dan wil hij vast het baaienbeest vangen. Het baaienbeest? Dan zal Trollen de beloning opstrijken. Die Troll is erin gestonken. Waar is hij dan ingestonken? Hey, dat van die beloning was maar een grapje. Huh? Nee, zo'n gemene grap heb ik nog nooit meegemaakt. Rustig maar. Als hij zich verveelt, komt hij terug. Stel je voor dat hij hem vangt. Dat zal niet meevallen. Dit bevalt me totaal niet. Jullie twee, laat hem terugkeren. Wat, wij? En wanneer hij weer veilig thuis is, bieden jullie excuses aan. Trollen, het was maar een grapje. Er is geen beloning. Valt Trollen even niet lastig. Er zit iets in zijn net. Ja, ik zal je hebben, jij. Wauw, hij heeft het baaienbeest gevangen. Wat is dit? Ik heb me... alles onder controle. Kijk! Dat was de stroomkabel van Joris. Nee, dat geloof ik niet. Kom, we gaan hem even opzoeken. Wees welkom, beste vrienden van me. Hey, ik dacht dat je stroomkabel kapot was. Ja, mijn stroomkabel is kennelijk kapot gegaan. Maar ik heb nog een dieselaggregaat staan voor het geval dat. Dat is heel slim bekeken. Laten we weer naar huis gaan. Het is al laat. Je hebt gelijk. Tot ziens. Dit zal niet waar zijn. Wat is er? Ik ben nu door mijn diesel heen. We gaan wat voor je halen. Kom, Elias. Zeg, kom op. Vertel eens, Trollen. Je ziet eruit alsof je zwaar gevochten hebt. Kijk nou eens wat jullie op je geweten hebben. Rika, we hebben diesel nodig. Zeg eerst eens wat er met Trollen aan de hand is. Ja, maar... Kijk nou toch hoe hij erbij ligt. Je denkt toch niet dat hij zo kan vissen morgen vroeg? Trollen heeft de stroomkabel van Joris in zijn net gevangen. En toen kwam er kortsluiting. Geen wonder dat hij er zo uitgeblust uitziet. Dit is niet om te lachen. Want Joris heeft als reserve wel een dieselaggregaat, maar hij heeft geen diesel meer. Oh, maar dat is vreselijk nieuws, zeg. Wij zijn hier ook door onze diesel heen. En pas morgenochtend komt er nieuwe. Oh, wat moeten we nou doen? Hey, doe eens kalm aan, oké? Wat is er nou zo erg als Joris in zijn nachtje niet staat te schijnen? Snap je dat dan niet? Boten lopen dan vast op het ongeluksrif. Oh, je hebt het weer voor elkaar. In wat voor een puinhoop zijn we nu weer terechtgekomen? Oh, het spijt me heel erg. Die lamp van Joris gaat echt niet branden omdat jij zo'n spijt hebt. Oh, dit moeten wij weer oplossen.